Hallo allemaal, vandaag bij een nieuwe video van Survival Shows. Vandaag gaan we kijken naar een G1000 product en hoe je het moet waxen. Doe alvast een duimpje omhoog, bedankt. Om te waxen heb je sowieso een Green End waxblok nodig. En je hebt een föhn nodig of een strijkijzer, waar je het wax mee kunt smelten zodat het in het G1000 product komt. Als eerst gaan we de blok waxvat pakken, dan gaan we zo heen en weer. En er zullen wat witte strepen komen en dat betekent dat daar de wax zit. Doe ook alle hoekjes goed, zodat er goed water licht is. En zoals jullie zien, nu zit er genoeg wax op, dus nu gaan we föhnen. Je ziet dat langzaam de wax in het G1000 product trekt zo. En dat betekent dat hij haastig is. Hij is nu aan deze kant al waterdicht. Nu gaan we nog alleen de andere kant doen en dan gaan we straks testen of het echt waterdicht is. Hier heb ik al een beetje gewaxt, maar nog niet genoeg, dus ga ik het even verder wat doen. Zo, deze is ook goed ingewaxt, dus dan gaan we nu nog wat föhnen en dan smelt het. Nu is hij, als het goed is, 100% waterdicht en we gaan het nu testen. Zoals jullie zien is het G1000 product helemaal waterafstotend. Like en abonneer voor meer video's. Bedankt voor het kijken.